Duncan Laurence heeft zijn fans teleurgesteld door zijn concert in Paradiso na een uur te beëindigen zonder enige verklaring. De zanger, die in 2019 het Eurovisie Songfestival won met Arcade, liet veel van zijn bekende nummers achterwege en zei geen gedag tegen het publiek. De Telegraaf was aanwezig bij het optreden en sprak met verbijsterde fans die niet begrepen wat er aan de hand was. Volgens verslaggever Richard van de Krommert was het een bizarre situatie. Hij stopte er plotseling mee en liep weg. Niemand snapte er iets van. Iedereen bleef hopen dat hij nog terug zou komen, maar dat gebeurde niet. Richard miste onder andere de liedjes Love Don't Hate It en Feel Something, die Duncan niet had gezongen. Dat maakte het nog ongeloofwaardiger dat hij al klaar was. Hij leek er geen zin meer in te hebben. Ik vond het heel jammer, aldus een fan. Ook showkenner Bart Ettenkoven van Shownieuws vond het een vreemde situatie. Hij zong Arcade na ruim een uur en toen was het ineens afgelopen. Er kwam geen toegift of intermezzo. De zaal riep om meer, maar hij kwam niet meer terug. Bart merkte op dat Duncan ook geen afscheid nam van zijn fans. Helemaal niets. Hij was na 65 minuten weg. Dat is wel erg kort voor een concert. Normaal duurt het wel 1,5 uur of langer. Het management van Duncan Laurence houdt zich stil over het incident. We hebben geprobeerd om contact met ze te krijgen, maar ze reageren niet. Ze willen er niets over kwijt. Duncan zelf doet alsof er niets aan de hand is. Hij bedankt zijn fans op Instagram en zegt: "Bedankt Amsterdam." Anouk Smulders van Shownews is een beetje klaar met Duncan. Er is toch altijd wat met hem? Haar collega Guido den Aantrekker beaamt dat. Hij heeft eerder een reputatie opgebouwd van arrogantie en sterallures. Hij heeft ook een aantal fobieën, waardoor hij soms niet wilde oefenen. Bart herinnert zich zijn optreden bij het Songfestival, een jaar na zijn overwinning. Toen moest er een repetitieband worden gebruikt, omdat hij een soort inzinking kreeg. Hij heeft af en toe wat problemen.